Welkom bij deze masterclass over hoe je een adventure game kunt bouwen. In dit geval genaamd Survival Island. Een game die we hebben gemaakt in opdracht van een hele mooie opdrachtgever. Je ziet hier het design doc, eigenlijk in Excel. Het heet Game Design Doc Fitworld. En waar je naar zit te kijken is een plattegrond. Eigenlijk het vervolg van ons paper prototype. We hebben eerst op papier een plattegrond getekend van een locatie op een eiland. Waarbij we een verhaal hebben bedacht dat je aanspoelt op een bepaalde plek. Dat is namelijk tegel 1 in dit geval, tile 1. Nadat je op een cruiseschip zat, cocktailtjes stond te drinken en het schip kapseist in de nacht. En je bent de enige overlevende, voor zover je weet, en spoelt aan op het eiland. En vanaf daar moet je zien te redden. Daar begint het spel. En je kunt navigeren, dus er is eigenlijk een soort doolhofstructuur door ons gecreëerd. Dus je kunt naar boven, naar rechts, naar beneden, naar rechts, naar links. Soms kun je niet verder omdat de begroeiing te dicht is. Soms moet je eerst een deur open zien te krijgen met een code. Soms moet je misschien een brug bouwen om verder te komen. Of een grot door. Dus heb je een zaklamp nodig, et cetera. Dus we stellen je voor allerlei doelen. Of uitdagingen moet ik zeggen. Om uiteindelijk bij het einde van het spel te komen. Nou, dus dit is het game design doc plattegrond eigenlijk. En vervolgens zijn we gaan nadenken over een storyline voor de hele game. Nou, dat begint bijvoorbeeld bij tegel 1, 1a, waar je aanspoelt en je opent je ogen. Er staat dus dan een tekst. Je ziet het verlaten strand, je proeft de smaak van zout water en de zon brandt in je nek. Nou, wat is je eerste gedachte? Vervolgens krijg je een vraag met ABCD. Ik hoop dat meer mensen het overleefd hebben. Wat heerlijk, ik kan lekker tot rust komen. Geen paniek, er komt vast wel een redding. Of fantastisch, een heel eiland om te ontdekken. Alle vragen die in de game terugkomen gaan iets zeggen over jouw profiel. Met name jouw vitaliteitprofiel. Dus alle vragen zijn gericht op hoe het met jouw fysieke, emotionele, rationele en spirituele gesteldheid is. De game wordt namelijk ontwikkeld ter voorkoming van burn-out klachten. Maar het mooie van deze game engine die we nu hebben gebouwd, en ik zal zo het CMS daarvoor ook laten zien, is dat je dus meerdere soorten games hierop kunt baseren. Nou, zo ga je tegel voor tegel, kom je dingen tegen. Wat we er ook in wilden stoppen is dat je in ieder geval genoeg moet eten en drinken. Want eten en drinken, fysieke gesteldheid, is in het echte leven ook heel erg belangrijk. De juiste keuzes maken. Dus we gaan de speler verleiden met allerlei dingen die aanspoelen. In kisten of kratjes of koffers. Want ja, het schip is natuurlijk gestrand, maar alle koffers die spoelen eruit door de zee. Dus dat is ook een dankbaar gegeven waar we mooi gebruik van konden maken. Dat elke dag of elk uur weer nieuwe koffers aanspoelen. Nou, als jij alleen maar wijn gaat pakken en bier gaat drinken, dan is de vraag of je daar natuurlijk heel vitaal van wordt / blijft. Nou, energierepen, zakken chips, kokosnoten hebben allemaal een bepaalde impact op je dorst, op je honger en op je energie. Dus dat hebben we. We hebben vervolgens allemaal items dus gedefinieerd, een rugzak, bagagelabels, zakmes, koksmes, zaklamp, etc. Een zaklamp heeft weer batterijen nodig om te kunnen werken. Gaat de lijst maar door. Dus we hebben daar titels, omschrijvingen en de capaciteit voor in je koffer of in de impact ervan op je survival missies. Nou, we hebben nog allemaal minigames gedefinieerd, want uiteindelijk kun je ook zelfs craften in de game. Dus je kunt je eigen hut bouwen. Eerst een soort basis hangmat kun je creëren met twee palen, een zeil en een touw. Dan moet je dat natuurlijk wel hebben of zien te vinden. En je kunt zelfs een hengel maken om uiteindelijk makkelijker te kunnen gaan vissen. Nou, de missies die daar dus bij horen zijn bijvoorbeeld zoek de zaklantaarn, zoek batterijen, zoek hout, zoek een touw, ga jagen, ga vissen, etc. Dus er zijn allerlei missies denkbaar. Nou, ik ga niet helemaal doorspitten door alle formules, maar uiteindelijk komt er dus een bepaald vitaliteitsprofiel uit. En hebben we allemaal formules bedacht omtrent als je je beweegt over het eiland, hoeveel impact heeft het dan op je energie? Hoeveel stappen kun je zetten per dag überhaupt?
En in hoeverre is energie daar belangrijk. We hebben afgesproken dat na 18 stappen in de game de dag voorbij is. Dus dan keer je sowieso terug bij de plek waar je was. Nou, dit hebben we allemaal doorvertaald naar CMS. Het CMS ga ik kort laten zien. Dus hier zie je het CMS wat we hebben gebouwd. Hier zie je de eerste tegel. Die tegel heeft een bepaald artwork, dus een afbeelding. Die heeft een titel. Die heeft een beschrijving voor de eerste keer dat je erop komt. En eventueel een zerfvraag, dus iets wat zegt over zingeving, energie, emotionele gesteldheid, rationeel en fysieke gesteldheid. Je kunt wachten in het spel, dus je hoeft niet altijd maar te blijven verplaatsen, maar je kunt ook wachten in de hoop dat er bijvoorbeeld een koffer aanspoelt. We hebben verschillende teksten voor als je vanaf het noorden komt, vanaf het zuiden, het oosten of het westen. Dus afhankelijk hoe je kunt navigeren, zijn er verschillende teksten die komen. En als je bijvoorbeeld weer terugkomt op een bepaalde tegel of locatie, ja, dan is het ook logisch dat er een tekst staat van je bent weer waar je was begonnen of zo. Dus dat inzicht kregen we ook. Nou, vervolgens kan ik even laten zien dat er ook dus missies zijn. Bijvoorbeeld bij de cockpitdeur. We kunnen daar ook voorraden aanleggen. Dus bijvoorbeeld als je de cockpit inloopt of het vliegtuig inloopt, dan vind je daar bijvoorbeeld 10 keer een blik bonen. Maar er zijn ook missies mogelijk. Daar ga ik nu even naartoe klikken. Missies. Dus je kunt zeggen, als je de cockpitdeur in wilt komen, dan moet je beschikken over eenmaal dit notitieblok. Nou, dat ligt ergens op het eiland verstopt. En wil je uiteindelijk in de grot verder zien te komen door het pikken donker, dan heb je een zaklantaarn nodig en batterijen nodig. Nou, zo zijn er allerlei missies en items die je nodig hebt om verder te komen in de game. Dus die items hebben we hier dus. Dus zie je hier visueel terugkomen. En hier zitten uiteindelijk alle vragen op opgeslagen die je in de game voorgeschoteld krijgt. Als er geen afbeelding bij staat, betekent dat dat die random kan voorkomen. Nou, ik ga een klein stukje laten zien van de game. Je vliegt gewoon hier nu eventjes er middenin. Ik ga even beginnen bij het begin. Kijk, er is een nieuwe dag begonnen. Je hoort de golven in de branding en je voelt een rust op je neerdalen. Nou, heerlijk. Je hebt hier een grote hutkoffer. Die staat er al vanaf dag 1. Daar kun je items in stoppen. Je hebt survival items en missie items. En met je kompas hier kun je navigeren over het strand. Nou, er is kennelijk een koffer aangespoeld. Daar kun je items uithalen of je kunt ze direct gebruiken. Nou, ananas neem ik mee. Een blikje bier misschien toch ook maar even meenemen. En nou, zo kun ik... Hey, nog een koffertje. Nou, dat is relaxed. We hebben vooral veel water nodig. Een zakje chips lijkt me ook wel handig. Tandenborstel, persoonlijke hygiëne misschien. Hey, die kan niet in de rugzak, want mijn rugzak is vol. Ik zie nog wel visspullen. Zou nog interessant kunnen zijn. Als ik zou kunnen kijken, ik eet gewoon die vis. Kan mij het schelen. En ik pak de viswaar erbij. Zo, nou, zo ga ik verder. Over het eiland. En ik ga hier het bos in. Je kunt nog even terugblikken. En vervolgens loop je door het eiland. Je ziet terwijl je verplaatst dat je dorst toeneemt. En dat je ook honger krijgt in principe. Hier zie je een mannetje hangen, maar die heb ik waarschijnlijk al leeggeroofd. Ja, want hier zat zijn portemonnee. En die heb ik al gebruikt in de missie bij het vliegtuig. Dus hier zie je het vliegtuig. Nou, hier zie je ook nog wat kisten staan. Die heb ik ook allemaal leeggeroofd. Ik kan nog heel even laten zien dat je ook daadwerkelijk dus kunt vissen. Je ziet hier zo meteen vissen omhoog en omlaag komen. Nou, daar kun je wat mee. Om in je levensonderhoud te voorzien. Ja, zo is het helemaal. Uiteindelijk bouwt zich natuurlijk een profiel op. Dat profiel kan ik nu nog niet tonen. Je ziet ook je missies, de deur van de cockpit. Nou, die heb ik, maar ik heb hem nog niet gebruikt, denk ik. Ik ga nog even terug naar het vliegtuig. In het vliegtuig in. Oeh, ik val bijna flauw van de dorst. Even snel wat drinken dan. Gebruik. Of misschien is het wel grappig om even een biertje te drinken. Gebruik. Nou, dat lukt inderdaad, maar ik krijg niet zo heel veel en het kost me ook vrij veel energie. Dus alcohol, niet het slimste idee. Nou,
Hopelijk gaf dit een impressie van hoe een game vanaf een Excelletje met rekensommetjes uiteindelijk evolueert tot een CMS, tot een game die wat ons betreft heel erg geslaagd is om vitaliteit op een andere manier op de agenda te zetten. CMS Master Class Fit World.